Ga je mijn telefoon? We gaan niet in mijn telefoon zitten. Ja, we gaan in elkaar stelen. Nee. Is het zo erg? Nee. Oké. Okay. Kijk toch in die of niet? Ja, dit is eigenlijk de main en dit is gewoon de bacon. Maar hoezo drink ik niet mee? Ik weet niet iedereen vindt het lekker ook, hè? Champagne. Het is best wel, het is niet een gangbaar iets dat iedereen het lekker vindt. Oh, echt? En dan, ja. Nou, ik drink zeker mee. Ik hoop dat je genoeg op een fles. Somebody is spreading a crazy rumor about me. Jongens, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Gossip. En dit is de serie waarin ik roddels over mijn gasten ga ontkrachten of bevestigen. En vandaag met de enige echte Gabi Blaasdorp. Gabi, Gabi. Ja. Ik ben ook echt gestopt met het zeggen, het is Gabi. Is het ook echt, het is niet een afkorting of zo, het is gewoon echt Gabi. Nee, het is gewoon een Gabi. Ja. Gabi, zo simpel is het. En de eerste vraag is altijd hoe het met je gaat. Nou, het gaat eigenlijk heel goed met jou. Ja, het was best wel een beetje een bewogen jaar, maar... Nou, best wel echt wel erg, toch? Ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk kom je er altijd sterker uit. Dat is heel cliché, maar het is wel zo. En ik ben eigenlijk heel gelukkig. Ben je bang voor de roddels? Nee, ik ben helemaal niet bang. Nee? Nee, ik ben nergens bang. Ben je ook open dat je denkt van, nou, ja, tuurlijk. Ik ben juist bang dat ik iets te open ben. Ik zou zeggen, laten we proosten. Ja, leuk. Op een nieuw jaar en op een happy you. Ja. Proost. En laten we beginnen met roddel nummer 1. Het gaat best wel veel over de liefde. Oh. Nou, was te verwachten. Is totaal geen liefde. Nee, nou ja, die gaat dus meteen over... Heel veel mensen vragen, ben je nu nog steeds samen met Jamie? En eigenlijk de meeste mensen zeiden, de relatie met Jamie van Temptation Island was alleen maar voor de aandacht en de fame. Van zijn kant of van mijn kant? Nou, ik denk van jouw kant, want ik vroeg of ze over jouw dingen wilde insturen. Oh, wat gek. Nou, weet je wat het is? Ik kende Jamie al uit de stad. Mm-hmm. Dus via en ik kwam pas tegen hem uitgaan. En eerlijk, hij is fantastisch. Hij is echt lachen, gieren, brullen, zeg maar. Yeah. Maar wel heel jong nog. En nadat het over was met mijn ex, was hij zeg maar op het goede moment daar. Dat ik inzag van, wow, er zijn nog zoveel 100.000 andere leuke mannen. Maar het had niks te maken met de fame of iets of zo. Ik weet nog dat hij zei, tegen mij, moet je wat vertellen, ik doe mee aan Temptation. Oh, dat was daarvoor, was jij al met... Ja, we hadden heel lang een soort van... Oh, best goed. Ja, dat is... Maar op een gegeven moment viel het natuurlijk op, omdat hij dan net op tv kwam en dan zagen mensen ons samen. Dus daardoor ging het zeg maar ineens helemaal los. Ja. Maar toen vertelde hij me dat. Toen was het juist voor me eens dat ik dacht... Ik echt nee. Wilde je niet dat hij mee zou doen aan Temptation of wilde je niet dat die aandacht die erbij zou komen? Nou, het was meer dat ik dacht, hoi, Gabi Blaasdorp, ik date met een verleider. Dat was een beetje gek. Dus toch wel een beetje wat mensen ervan zouden denken. Ja, dat vond ik een beetje een... Ja. Maar was het wel echt, kon je het een relatie noemen of denk je dat het uiteindelijk meer heel leuk met elkaar hebben was? Ja, het was uiteindelijk gewoon heel leuk met elkaar zijn en leuke dingen doen, maar... Ik zei ook tegen hem van, ik kan nu niet ergens anders induiken. Ik moet eerst mezelf weer happy zien en alles op een rijtje. En dat klinkt heel dramatisch, maar meer dat ik even tijd heb voor mezelf. Ja, maar dat is heel eerlijk. Ja, en dat heb ik ook echt vanaf het begin gezegd. Ik heb hem nog nooit gezegd, het gaat helemaal wat worden, alleen nu nog niet. Ik heb hem nog nooit voor de gek gehouden, want hou ik niet van. En hebben jullie nu nog steeds contact? Ja, maar niet heel veel meer. Tweede gaat over alle ingrepen die je zou hebben gedaan. Ja, dat vind ik ook zo knap. Ja, je zou je hele gezicht en lichaam hebben laten verbouwen. Ik wou dat ik neptiet had. Heb jij geen neptieten? Nee. Ik wilde gaan voelen. Ja, dat mag. Dat weet ik toch. Ja, we hadden het daar best wel over ook. Ja. Ja. Nee. Wij hebben Temptation gedaan. Nee, we hebben geen Temptation. Oh, Freudian slip. We hebben Expeditie Robinson gedaan. Oh mijn god. Nee, daar hadden we het net over tieten. Op een gegeven moment ga je het over allemaal dingen hebben. Ja. Maar ik vind het ook best wel een beetje eng en spannend. Maar ik hoop ooit... Als ik ooit mijn gunst is kindjes te krijgen en dan misschien daarna wel. Want het is gewoon niet meer zoals ik 25 was. Maar ze zijn wel gezond. Dus. Maar ik vind het op zich een compliment dat mensen denken dat ik mijn hele lichaam heb laten verbouwen. Want alles is echt. Ja. En er zijn ook dingen niet mooi. Maar die zet ik natuurlijk niet op de foto.
Nee, want als je dus over je lichaam hebben, is het niet zo dat je iets ergens hebt ingespoten of whatever. Nee, maar borst, nee ook niet. Maar dat zie je toch wel bij mij. Ja, ik voel het ook. Ja, dat ik bedoel, anders zijn ze heel perky. Ja, en dit wat ik dus wel heel mooi vind. Maar, nou, het is wel iets wat ik absoluut niet uitsluit. En je gezicht, want daar zijn ze heel benieuwd naar. Ja, nou, maar daar gaat het ook zo los op. Kijk, ik ben 33 en ja, ik hou niet van rimpels. Dus ik heb absoluut deze boos kijk... Frons? Is dit het meest boze wat je kan kijken? Doe jij het? Zo. Jij kan het wel. Dus trouwens, ik doe het al 3 jaar. Alleen het ding is, ik vertel het niet graag, omdat er altijd zo'n grote boe overheen heerst, of hoe zeg je dat? En ik wil niet andere mensen zeggen van, oh, dat moet je doen. Dus ik betaal het gewoon, het wordt allemaal niet gesponsord. Dat vind ik ook al zo'n heftig ding, weet je wel. Ja, natuurlijk ook wel eens een keer mijn lippen laten doen, maar mensen doen echt alsof... Maar daar gaan ze wel echt los over, dat je lippen steeds groter worden. Ja, maar weet je wat het leuk is? En dat je soort van elke 2 weken daar zit. Dat is sowieso niet waar. En met liplijn kun je heel veel. Ja, dat weet ik. Dat doe ik ook. Ja, ik teken altijd iets om mijn lippen heen. Maar je hebt ook geen wimper extensions. Heb je bijvoorbeeld nephaar in. Ja. Dat wel. Ja. Dat ziet er wel echt heel echt uit. Dus ik voel ook niks. Oh, wacht, hier voel ik. Ja. Het valt toch wel mee, maar ik vind het toch een compliment dat mensen maar hun hele lichaam laten verbouwen. Mijn theorie is, en dat komt ook zo meteen, is dat het ook met je foto's te maken heeft. Maar daar komen we zo. Ja. Daten zijn met Rodney Snyder. Ja, dat is ook. Dan heb je 1 keer dat je die mensen ken je al heel lang. En dan heb je 1 keer een filmpje waar je op staat en dan ben je meteen aan het daten. Oh, op basis van een filmpje. Ja, hij had een filmpje gepost op zijn Instagram en toen ineens werd ik gebeld. Sean zit dat ik neem nooit op. En toen heeft hij op een gegeven moment gezegd: ja, wij kennen elkaar gewoon. We zijn niet aan het daten. Nee, ik ben met niemand aan het daten. Je bent nu echt helemaal vrijgezel. Echt voor het eerst in heel lang, toch? Ja, heel lang. En ik vind het heel raar of zo. Maar ik vind het ook alweer echt zo fijn. Ja. Maar natuurlijk, ik zou het leuk vinden als ik ooit weer eens iemand tegenkom. Zo ga je dan denken, kom ik ooit tegen? Tuurlijk kom je ooit iemand tegen. Ben je meer een soort relatietype? Of denk je dat je dit ook wel 1 jaar of 2 of zo kan volhouden? Zoals ik je ken, ben je wel heel aanhankelijk en lief en zo. Als je wil heel graag liefde. Ja, ik ben nu wel echt even klaar. Dat ik echt denk, een hele goeie die mij echt in mijn hart steelt gewoon. Hoe erg bieden mannen zich aan? Ja, heel erg. Ja? Dat is echt soms schandalig. Ja? Dat ik echt denk, bezette mannen, getrouwde mannen. Oh, ik denk serieus dat ik een boek ga schrijven. Ja. En dat ik daar heel veel geld mee ga. Meedoen aan X on the Beach Vips. Huh? Ik zou daar aan meedoen? Ja. Nee, ik ben niet eens gevraagd. Oh. Bestaat dat X on the Beach Vips? Dat weet ik eigenlijk niet. Komt dat dan of zo? Ja, jullie sturen mij dit in. Hè? Oh, ik weet het niet. Oh, dan mogen ze wel een heel jaar uittrekken met alle exen die uit die schrijven. Nee. Zou je zoiets doen? Dit heb ik echt. Nou, is het ook. Nou ja, nee. Of een Temptation Vips of zo? Dat jij als verleider meedoet? Als verleider? Ik heb nog nooit over dat soort dingen echt nagedacht. Maar nu is zo'n extra. Ik heb het wel eens een keer gezien. Ik volg dat niet. Mm-hmm. Ik hou echt wel van een beetje ordinair. Maar dit is wel echt dat je... Ja, dat is wel heftig, hè? Ik zou wel heel graag een soort bachelor willen doen. Oh, echt? Ja, dat lijkt me echt leuk. De Amerikaanse versie. Ja, gewoon zoiets. Echt op zoek naar de liefde. Ja. Ik zou echt, welke zender kijkt er? Ik zou dit nu meteen in 1 keer gaan oppompen. Zoiets zou ik wel doen. Ik denk dat Ex on the Beach vind ik gewoon een beetje plat. En een Temptation Verleider, dat is op het randje. Dat je denkt, nou misschien ooit. Nee, het is toch heel gek als ik dat zou doen. Ja, dat weet ik niet. Ja, mensen doen gekke dingen. Eigenlijk veel preutser zijn dan je je voordoet. Wait, what? Misschien wel, want ik bedoel, mensen Instagram is nog steeds niet, dat is geen realiteit, is nog steeds niet echt, is gewoon een foto. Ja. Dat is waar het op draait, niet op de realiteit. Tuurlijk maak ik mijn ontbijt niet zo, maar doe ik daar een foto mee. Dat ik soms zeg, jongens, dit is allemaal nep, weet je, natuurlijk niet, maar het is wel wat ik de leukste kant vind van mezelf, wat er echt wel in zit, om te laten zien. Mm-hmm. En vanuit daar maak ik de keuze om het zo te doen. Maar het is niet dat ik zomaar op straat loop, uitga in een te kort rokje. En al zou ik dat wel willen, doe ik het ook hoor, daar niet van. Maar
misschien ben ik op mijn Instagram wel iets uitgesproken. Het is een beetje een sexier image, heb ik het idee. Het is een soort van Sasha Fierce alter ego. Ja. Ja. Dat hebben we allemaal denk ik gezien, want op een gegeven moment heb je denk ik, als ik het zou moeten interpreteren, heb je heel erg je confidence gevonden. Je bent superveel gaan trainen. Mm-hmm. En je Instagram veranderde ook best wel, het werd best wel sexy allemaal. Ja, echt maar wel heel soms, sexy. Ja, echt wel, maar ik hou daar echt heel veel van. Ik vind het zo vaak op het randje, dat ik eigenlijk, denk van ik weet niet of dit kan, maar ik kan er zo van genieten, want het boeit je gewoon geen reet meer. Nee, het interesseert me echt geen fuck. Mensen denken dus dat je alleen maar die sexy foto's bent gaan plaatsen om steeds meer volgers te krijgen. Omdat je merkte van, hey, dit werkt. Ik ga steeds meer foto's plaatsen, want... Nou kijk, weet je wat het is? Ik volg heel veel meiden uit LA, Miami, die eigenlijk niets anders posten dan dit. Klopt. En ik ben heel erg gaan zoeken. Tuurlijk ben ik gaan zoeken van wat werkt. Oké, sporten werkt wel een beetje, maar ik zoek een combinatie. Wat vind ik leuk, sexy? Ik heb 2 keer de cover van de FHM gedaan, ik heb de cover van de Maxim gedaan. Mm-hmm. Tuurlijk ben ik gevraagd voor de Playboy, durf ik niet. Simpelweg, dat vind ik spannend, dus dat heb ik losgelaten. Maar het is altijd een soort ding voor mij geweest dat ik van sexy foto's hou. Ik volg bijna niemand uit Nederland. Sorry, maar vooral met kooltruien vind ik saai. Ja. Ik hou er gewoon niet van. Ik word er niet blij van. Ik word blij van een mooie vrouw in bikini. Dat vind ik gewoon leuk om te zien. En ik werk hard voor mijn lijf. En ik merkte, omdat als iemand wat zegt een jaar geleden, doe even een bikini foto. Mm-hmm. Dan zei ik, nee, dank je. Nee, jij was echt tijdens expeditie. Was je echt zeker? Nee, ik heb er nou mijn hele leven om gegooid. Ja. En dat heeft voor mij gewoon heel goed uitgevoerd. Tuurlijk werken de foto's. Tuurlijk, dat zie ik ook. Merk je dat je following echt sindsdien heel hard gaat? Ja. Ja, hè? Ja. En ik ben ook best wel kritisch voor mezelf. Het is echt niet dat ik denk, ik ga nu even zo zitten en dan maak ik een foto en dan post ik het. Nee. Maar vrienden worden echt soms gek van mij. En die helpen je dan? Ja. En hoe gefotoshopt zijn ze? Want dat is ook wat veel mensen denken. Ze zijn echt flink gefotoshopt, zeggen de... Ja. Nee, ja, tuurlijk. Ik heb een vlek op mijn been hier, zo heet dat. Moedervlek? Ja, zoiets. Mm-hmm. En dan dat wil ik wel iets vervagen. Mm-hmm. Natuurlijk, iedereen maakt toch je huid een beetje niks. En als ik ons het glimhoofd heb, dan doe ik er ook zo een face. Ja, maar dat is gewoon de facetune smooth en zo. Ja. Maar je doet niet geen reshape, whatever, dat doe je niet. Ik kan het natuurlijk wel eens gewoon laten zien. Dat is wat ik laatst aan het denken. Dat moet je doen, even die before en after. Ja, maar het gaat wel, ik vind het gewoon leuk. Natuurlijk denk ik over na. En natuurlijk hou ik van lingerie. Het liefst loop iedere dag in lingerie, weet je wel. Ja. Ik hou daar gewoon van. Ik hou van om je lijf te laten zien. En dat vind ik gewoon mooi. Hebben mannen daar moeite mee? Bijvoorbeeld je ex? Want iemand zei ook van dat is waarom ze niet meer samen is met hem. Vinden mannen waar jij mee bent het lastig dat je je zo sexy neerzet? Mijn ex had al... Kijk, ik was natuurlijk op een gegeven moment veranderd. Qua voeding, sporten. Dus ik werd zelfverzekerder, dus ik ging dat meer posten en natuurlijk vond hij dat op een gegeven moment lastig. Maar ik vind gewoon, ik ben ik en ik vind ook wel eens iets in het leven lastig. Dus accepteer iemand voor wie die is en hou daarvan. Je moet ze wel nageven, het is ook niet makkelijk denk ik hoor. Ik weet het niet. Om met een vrouw te zijn die, ik snap het ook wel. Ik denk dat, volgens mij had zelfs Kim Kardashian dat ooit in een interview gezegd, dat ze vroeg, ja wat vindt hij er dan van? En zei ze, ja de ene dag gaat hij er beter mee om dan de andere dag. Dan heb ik nog 2 hele snelle die me zo onwaarschijnlijk leken, maar die ik iets van 2 of 3 keer binnenkreeg. Dus ik dacht, die gooien we er heel snel doorheen. Ooit een pornoster geweest? Wow, nee. Nee. Dat. En biseksueel? Ik hou wel van vrouwen. Ja? Ik val wel achter mannen, maar ik vind vrouwen zeker wel interessant. Ja. Ja. Dus de vrouwen kunnen nu ook volgen. Nou, nee. Welk appje op WhatsApp heb je nooit geopend? Oh! En waarom niet? Heb ik. Ben je goed in WhatsApp en nee, zo? Nee, zeker niet. Ik heb deze ook 27,5. Maar dit heb ik dus nooit geopend. Nee. En voor de rest was dat dan voor mij toch? Valt wel mee. Wacht, zie je openstaan. Heel netjes. Wat is de laatste foto die je hebt gemaakt? Laat zien. Deze hele zei ik belde mijn beste vriend vanochtend en die nam niet op. En toen dacht ik, vriend, neem op. Wat is het laatste nummer dat je hebt geluisterd? Oh jee, album van Kanye. Tell me. Open je DM verzoek op Instagram en lees de eerste 3 voor. Hola. Wel een jongen ook natuurlijk. Ook weer een jongen.
Ook weer een jongen. Dit is een link, durf niet te openen. Nee, niet doen. Ja, dat was het jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Dankjewel dat je dit wilde doen. Vond ook echt leuk. Vergeet Gabi ook niet te volgen in de Instagram game. En hopelijk upload ze van alles. En ook die before and afters en zo. Ja, dat ga ik misschien echt doen. Ik denk oprecht dat het goede is. Ja, is dat leuk? Laat even weten als jullie suggesties hebben. Gabi was ook een van jullie suggesties. Dus dat vond ik een hele goede. En ik zie jullie snel weer. Dankjewel voor het kijken. Doei! Somebody is spreading a crazy rumor about me. Jawel, jij mag ook niet mee. Ik denk ook wat het lastige is met dit, is je bent soort van... Ja, neem lekker. Je bent fucked als je toegeeft dat je het doet, want dan gaan ze dus denken dat je alles hebt gedaan, ja. Zoals in jouw geval. En je bent ook fucked als je het niet toegeeft, want dan gaan ze alles insinueren en dan is het zo van, ja, maar het zal wel dat ze het niet eerlijk vertellen. Dus ja. Either way ben je gewoon, is het gewoon kut om soort van als vrouw in deze industrie. Ja. Je moet dit boek echt schrijven. Oprecht, je moet echt zo moeten gaan schrijven. Ik denk dat veel mensen jullie denken. Ja, dan moet je maar niet gaan DM'en als je maar thuis hebt zitten. Helaas.